zo plakken. Waar je ook gaat, waar je staat, het lijkt wel één grote show. De ene die doet het zus, de ander doet het weer zo. We doen het heus allemaal, al staan we soms ook voor paal. Ze doen het daar, maar ook hier, elk op zijn eigen. Achter bezoekers, zoals je ziet net in het voorgaande fragmentje, het Binnenmuseum is helemaal opnieuw ingericht en u ziet hier al een paar mooie voorbeelden van. De hoek van het rijke Roomse leven is helemaal opnieuw ingericht. U ziet mooie vitrines, zo dadelijk zal de camera u dat even laten zien. En het hele museum is nou ook voorzien van museum met van vitrines met ledverlichting. En dat geeft een heel mooi effect. Ook de hoek van de school is helemaal opnieuw ingericht. Een apart hoekje voor de Oosterhoutse nachtegalen. En als we straks bij de vierjarige tijden klaar zijn, dan hebben we dus volledig vier nieuw ingerichte vitrines. Het is de bedoeling dat we op 31 maart klaar zijn met de totale verbouwing. En dan met de opening, dan kunt u dus aanschouwen wat we afgelopen winter met de vrijwilligers allemaal weer opnieuw gepresteerd hebben. Ik denk dat het de moeite waard is om weer eens te komen kijken in ons mooie museum.